Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik sta nu op het moment op het station. Ik heb zojuist mijn nagels laten doen bij Rienne. Hoe fantastisch zijn deze nagels? Ik dacht even dat mijn lipstick was uitgeschoten. Maar ik ben op het station, ik heb mijn nagels gedaan. Het is nu 10:50. Ik was om 8:00 al bij Rienne, dus ik heb nog niet gevlogd. En welkom bij een nieuwe week. Hi. Vorige week niet echt heel... afgesloten of zo, maar het was genoeg materiaal om de vlog gewoon lekker te uploaden. Verder moest ik de hele week werken en gisteren, wat het einde van de vlog zou zijn van vorige week, heb ik de hele dag schoongemaakt, mijn kamer en zo. Dus dat is niet heel interessant. Maar nu ga ik naar Zwolle, naar Wendy. Met Wendy afgesproken, want ze gaat mij helpen met content maken. Ik moet van dinsdag tot vrijdag volop werken, want dan ben ik zaterdag vrij. Dus ik heb de rest van de week niet echt heel veel tijd om content te maken. Dus die moet ik vandaag allemaal schieten, zodat ik wel gewoon kan uploaden de rest van de week. Dus, de dedication is real. Ik ga proberen zoveel mogelijk te vloggen. Ik heb heel klein beetje mijn camera kunnen opladen. Dus niet volledig, dus ik hoop dat hij het gaat volhouden. Ik heb hier mijn spullen... Hier nog een tas en weet ik het allemaal. Ik heb dit jasje aan van H&M. Deze glitterbroek van Saks Bots. En fans met panterprint van Nelson. Mijn haar moet echt gedaan worden. Ik ga zaterdag naar de kapper. Eindelijk wordt dan mijn haar weer geverfd. Dus in ieder geval, ik neem jullie mee. Ik ga op de trein wachten. Ik moet nog even een paar spullen even regelen en checken en in orde brengen. Maar mijn nagels, oh mijn god, ik ben verliefd. Ik moet hier ook een foto even mee maken. Zodat Rienne hem ook kan reposten. Maar het is niet normaal dit. Ik ben echt obsessed. I love it. Lekker hysterisch. Iedereen kent dat. Helemaal niet. Helemaal wel. Nee. Wendy zit weer wat te zingen wat niemand kent. Wel okay. Waar. Nee. Nou. Helemaal bitchfighten. Wij zijn hier bij de Fundation. Yes, en we gaan beginnen met foto's maken. Dus ik heb het bloedheet. Ik heb het lekker Starbucks gedronken. Ik word gefotografeerd. Oh, absolutely, peace. Ik had net even Starbucks gehaald, want ik moest wachten op Wendy. Ja. Dus ja, weet je, dat is gebeurd. Oké, nu ga ik foto's maken. Kan ik de camera ergens neerzetten? Vast wel. Misschien hier. Oh, ik weet alleen niet of je daar wat aan hebt. Vast niet. Okay. Vriendin, doe niet zo moeilijk. Ja, oh my god. Misgaat, hè? Vriendin, dat gaat toch niet mis? Die fiets doen. Huh? Net als met die fietsen. Oké, okay, je moet niet Maar ze is echt niet leuk. Ze is nu foto's aan het maken. Dus ja. Nou, ik weet toch niet hoe dit werkt. Ik ben hier te blond voor. Het ziet er niet uit alsof ik blond ben, maar geloof me, ik ben blond. Geloof me. Geloof me. Ik ben zo blond geboren. Ik ben echt zo blond geboren. Dus ja, ik ben blond. Ik heb ze allemaal geverfd hoor. Echt wel. Ik niet. Het is allemaal nu puur natuur. Tot hier. Zie je wel? Nee, maar het staat echt leuk. Ik weet niet of ik je nu aan het filmen ben. Het staat echt leuk. Wat ik aan heb? Zit er nou een kras op mijn scherm? Mijn scherm ook. Of een vlek. Ik weet niet wat het is. Je ziet me niet heel goed. Het is heel donker. Zou ik even omdraaien? Dan kan je een echte shoplog geven. Echte shoplog? Fitcheck. Je kan ook zeg maar de camera naar jou draaien, dat jij kan zien wat je filmt, hè? Precies. Ja? Dit gele shirtje van Gunny. Ja? Dit jasje is H&M. Ja? Dit broek is Lofi's. En mijn bloemencrocs X-Prime. Wauw! Dus dat. Helemaal leuk! Lekker heerlijk! Wat erg! Heerlijk. Het is niet erg! Vind jij het erg? Wat nou, erg! Vind ik wel heel erg. Ja, erg. Oh, het erg. Mijn hoofd vandaag kan echt niet. Kijk, dit is beter.
Oké, nou, de vlog takeover van Wendy was echt fantastisch. Die camera is gewoon nu al bijna leeg, maar ik heb hem ook niet goed opgeluisterd. Dat is mijn fout. Ja. Dus we moeten niet te veel meer filmen. Twee lookjes staan erop. Derde lookje heb ik nu aan. Dus, maar we gaan eerst even wat eten. Denk even broodje bij Bakwerk. Wat doe jij? Ik sloeg mezelf kaart met mijn mobiel. Ik hoop nu zo erg dat dit ergens opstaat. Ja, dat kan vast. Die lippen van mij, doe even normaal. Je ziet er niet basic uit, maar je make-up? What fuck happened? Ik moet echt mijn lippen bijwerken. Dat kan echt niet. Nou, vriendinnen, tot ziens. Doei, doei. Of niet, want je duurt Kijk, zo lang. We zijn er weer. Oh, deze tas is echt zwaar. Niet doen. Oh, we zijn weer op weg naar het station. We hebben alle foto's die we moeten hebben staan erop. We hebben lekker taartje gegeten. Bij Bakwerk lekker broodje. Oh, en mijn camera is bijna leeg, dus het was gezellig. Goedemorgen. Het is dinsdag. Dit is echt mijn dinsdag. Ik moet werken look. Clean make-upje, clean oogje. Gewoon eigenlijk helemaal niks op. En een goede rode lip. Echt even mijn go-to lookje de laatste tijd. Misschien dat ik op werk nog wel wat op mijn ogen gooi, maar ik heb er gewoon nu geen tijd voor. Dat vooral. Het is nu 7:30, dus ik ga nu snel naar beneden even ontbijten, want ik moet altijd rustig ontbijten. En daarna ga ik lekker werken vandaag. Ik moet nog even mijn schoenen aantrekken, jas pakken. En dan gaan we werken vandaag, van 10 tot 5:30. Dus ja, ben benieuwd. Dus let's go. Ik zie jullie misschien vanavond, misschien morgen, maar ik zie jullie heel snel weer. Hele goede avond. Het is dinsdagavond. Ik heb vandaag gewerkt. Ik ben echt een beetje high in my emotion. Echt gewoon een beetje geïrriteerd, gefrustreerd, maar ga ik verder niet op in. Het zijn niet dingen die ik hier moet delen of zo, maar het is even dingen die vandaag zijn gebeurd. Die even frustratie. Maar wat ik wou laten zien is, ik heb vandaag super lief van Kimmy. Heb ik een kaartje gekregen. Want zij hebben een Instagram en dat een website volgens mij ook. Dat heet Bum N. En hier zie je hoe dat heet en geschreven wordt. En het is zo leuk. Ze maken allemaal super vette illustraties en kaartjes. Dit is dus bijvoorbeeld een pakje met kaartjes die ze verkopen. Vet leuk. En Kim die vroeg al mijn adres. En nu hebben ze dit opgestuurd. Ik vind het helemaal gezellig. Ik wil eigenlijk die kaars op gaan hangen. Maar misschien ook weggeven voor verjaardagen. En dat vind ik echt heel erg leuk. Zulke kleine dingetjes maken me echt weer vrolijk op zulke dagen. Dus ik moet nog even kijken wat voor kaarsjes erin zitten. Maar ik vind het zo cute. En dat wil ik even met jullie delen. Ook hebben zij de banner van mijn YouTube hebben zij gemaakt. Dus als je die illustratie tof vindt, ga zeker Bum en volgen op Instagram. Ik ga de link even van hun Instagram hier in de bio zetten, want je moet haar hun gewoon volgen. Het is een hele leuke groep meiden die dat doen, waaronder Kim. En Kim is een vriendinnetje van mij, dus vandaar dat ook zij vroeg voor mijn adres. Maar zo leuk, dus zo gezellig. Je wordt er gewoon instant happy van en dat vind ik heel erg leuk. Dus ik ga die kaars denk ik zeker een leuk plekje op mijn kamer geven. Of weggeven of versturen. Of ik weet nog niet wat precies wat ik ermee doe. Maar ik vind het helemaal fantastisch. Dat wil ik even met jullie delen. Verder heb ik dus gewerkt vandaag. Morgen moet ik weer werken. En ik heb mijn haar gewassen. Want ik wil het nog steeds weer wat lichter. Maar het is nog niet echt gelukt. Om weer blond te krijgen. Dus ik laat het nu gewoon opdrogen aan de lucht. Dan doe ik het morgen vast in een staartje. En dan moet ik morgen even een lichte blondeerwassing doen. Of iets proberen. Zodat de kleur eruit gaat. Maar dat zie ik morgen wel. Ik heb net mijn make-up even klaargelegd voor morgen. Ik ben even wimpers aan het pakken die ik morgen op kan plakken. En ja, dat eigenlijk. Dus dan heb ik gelijk alles even klaargelegd voor morgen. Want morgen moet ik gewoon weer vroeg op. Ik moet om 10:00 beginnen. Dus dan kan ik maar beter alles klaarleggen. Dan is dat in ieder geval maar gedaan. Ja, dat eigenlijk. Ik ga lekker slapen. Deze dag achter me laten. Ik heb ook heel erg hoofdpijn van de frustratie en de stress. En van vandaag. Kijk, ik had er gewoon een beetje hoofdpijn van. Dus het is net 10:00 geweest. En ik ga lekker op bed liggen. Nog even YouTube kijken. Of weet ik veel wat ik ga doen. Maar in ieder geval lekker op tijd slapen. Daar heb ik heel veel zin in. En morgen een nieuwe dag. En ik ga gewoon lekker positief starten. En beginnen. En gewoon slayen. Dus ik zie jullie. Ik laat morgen maar even mijn lookje zien. Wat ik aan heb. Gewoon dat. Dat vind ik altijd wel leuk om een beetje te delen qua werklookjes en zo. Ik ben nog steeds obsessief met mijn nagels.
Oh mijn god, I love it. Goedemorgen, make-upie is daar wel hoor. Goedemiddag. Ik heb alleen echt mega kut wimpers op. Ik heb bijna een kwartier gedaan om die kringen op te plakken. Dus dat was wat minder. Ik had mijn haar niet meer gefeund, gisteren had ik verteld. Dus dit is mijn natural hair. Kijk hier, ik heb nu even uitgeborsteld, maar ik heb best wel een slag en een krul. Maar op zich, dit is best wel een body. Dus ik laat het gewoon even nu zo. Make-up is in ieder geval on point. Ik moet alleen nog even Fix Plus opdoen. Normaal wil ik altijd om 7:30 klaar zijn. Het is nu al bijna 7:50. Dus ik moet echt als een gek opschieten. Dus ik ga werken. Ik ga ontbijten. Ik moet echt even koffie drinken. En ik zie jullie misschien vanavond. We shall see. Oh my god, I did something. Oh, ik heb mijn haar weer gedaan. Ik heb mijn punten met een blond... Met niet echt een blondeer was ik, maar ook niet echt gewoon puur blonderen. Maar een beetje ertussenin, dus echt met shampoo erin verder en zo. I did it. Even mijn punten weer geverfd. Ik ben zo blij om weer terug te zijn naar het lekkere lichtblond. Ik vind het helemaal fantastisch. Het was echt een heel karwei. Nu moet ik dus alleen nog mijn uitgroei doen en weer een lekker stukje eraf. Want ik heb echt weer zin in die korte bob. Vond ik echt mijn favoriete look. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Is in ieder geval sowieso dit er wel weer af. Dat hij gewoon weer lekker fresh is. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat gaat zaterdag gebeuren. En dat roze moest gewoon echt uit mijn haar. Het is een aanslag op mijn haar geweest. Maar ik heb altijd, als ik net mijn haar heb geverfd, voelt mijn haar geblondeerd. Voelt mijn haar heel kut en heel stug. Maar als ik het weer een paar keer heb gewassen, goed heb behandeld met goede producten, dan gaat het eigenlijk altijd wel weer heel goed. Dus ook bij de kapper wil ik ook even goede shampoo meenemen, conditioner. Zo'n anti-klitspray en weet ik het allemaal, zodat mijn haar ook gewoon goed verzorg. Maar ik ben heel blij dat ik het niet meer rood heb of oranje wat ik had toen ik in Amsterdam was. Of het roze. Ik ben zo blij dat het gewoon weer lekker blond is. Oh, ik vind het heerlijk. Nu is het nog heel stijfjes omdat het net is gefeund, net geverfd vandaag. En weet ik het allemaal, dus nu is het echt nog heel stijf. Ik heb lekker even keratine serum ingedaan en olie en... Noem het allemaal op. Dus nu ga ik lekker op bed liggen. Lekker slapen. En dan morgen weer even goed kammen. En olie erin. En de hele reut meteen. Maar ik ben zo blij. Dit heb ik dus vanavond gedaan. Ik heb het niet gefilmd. Ik was ondertussen even met Wendy bellen. Terwijl ik dit deed. Ze hadden een paar dingen te bespreken. Even gewoon live dingen. Weet je, die we als vriendinnen bespreken. Dus ik heb even met haar gebeld. Echt voor 1,5 uur of zo. En nu ga ik lekker slapen. Het is iets over 10:30. Vandaag gewerkt. Het was gewoon een prima dag. Ik was niet mega druk, maar op zich oké. En morgen weer werken. Koopavondje met Roxy. Mijn schattie. Volgens mij Sabine ook. Dus dat is heel erg leuk. En dan gaan wij in onze pauze. Omdat het waarschijnlijk, niet helemaal zeker, onze laatste koopavond samen is. Omdat ik dan wegga. En Roxy is echt mijn Douglas tut en vriendin geworden. Echt, het is echt mijn schatje. Dus gaan we waarschijnlijk McDonald's halen. Als ze eetpauze hebben. Dus daar hebben we helemaal zin in al. Dus dat wordt helemaal gezellig. En gewoon een leuke werkdag. Gewoon gezellig. Gewoon zin in. Gewoon lekker knallen. En ja, oh, ik ben zo blij met mijn haar. Ik vind het heerlijk. Er is wel heel veel haar uitgevallen. Dus ik moet echt weer even gaan stofzuigen snel. Maar is logisch. Weet je... Wat verwacht je als je haar weer blondeert, de punt om het roze eruit te halen. Maar ik ben in ieder geval fucking blij dat ik weer lekker blond ben. Dus ja. Yeah. Dat, ik ben echt lui, ik ben echt moe, ik ben echt gesloopt een beetje. Lichamelijk, maar ook een beetje mentaal, gewoon een beetje gesloopt. Dus ik ga lekker slapen. Lekker regenluid op mijn telefoon, zodat ik lekker zen in slaap val. En dan, ja, morgen een nieuwe dag. Ik denk dat ik morgen even iets van een funky make-up lookje of zo wil gaan doen. Maar ik weet nog niet zeker. Maar als ik dat heb gedaan, dan zal ik dat even laten zien natuurlijk. Ik ben gewoon blond weer, hè? Oh, the difference. And I love it. Alleen nog lekker die uitgroei. Puntje eraf. Oh, en ik zie er weer fierce uit. I love it. Zo, zelfde plek, andere tijd, andere dag. Oké, ik weet niet wat ik deed. Ik heb mijn haar, is nog steeds hetzelfde als gisteren. Ik ben er zo fucking blij mee.
Ja, het is alleen nog wel, nou ja, wat ik gisteren ook helemaal vertelde met droog en stijfjes. En, nee. Hè? Luku is deze groene look geworden. Helemaal content met de content. Ja, dit is helemaal gezellig. Helemaal lekker lookje. Ik heb dit shirtje aan van H&M. Deze legging van de Zaar. Nu nog mijn Balenciaga's, maar ik neem mijn Dr. Martens mee en die doe ik in de winkel aan. Want Dr. Martens kan ik wel op werken, maar niet als ik ook nog ze aan heb terwijl ik naar werk loop en zo. Dat gaat me gewoon te ver. Dus die moet ik altijd changen op werk, dus die neem ik mee. Ik doe hier nog een grote zwarte blazer overheen, want het is natuurlijk te koud. En dan ga ik werken, koopavond. En ja, ik wou nog iets toevoegen, maar ik wist niet. Dus dan ga ik nu lekker ontbijten. Ik heb geen idee hoe laat het is trouwens. Oh, top 10 voor 9:30. Ik moet rond 10 uur weg. Ik hoop dat het droog blijft. Want net kwam mijn bakken uit de lucht. Dus dat is nog even afwachten. En anders ga ik met de bus als die rijdt. Want ja, weet je, ik heb geen zin om mezelf nat te laten regenen. Dus ik ga hem ook zeker niet doen. Ik ga de laatste spulletjes pakken, ontbijten en werken. Dus ik zie jullie niet na. Misschien vanavond. Want het kan zijn dat ik vandaag 2 pakketten binnenkrijg. Of in ieder geval 1. En dat is op zich wel leuk om even toch nog te laten zien. Dus misschien kom ik bij jullie terug. Jullie zien binnen een paar seconden. Ik weet vanavond pas. Dus, hè? Good morning. Mijn haar is weer geknipt en lekker strak. I love it. Ik heb net even opnieuw gewassen en gefeund. Ik heb dus ook mijn uitgroei gedaan, maar die is nog heel erg geel. We konden hem niet lichter krijgen. Anders brak mijn haar kats af. Dus dat willen we natuurlijk niet. Dus ik heb net even zat bij de kapster. Die had er heel veel moes in gedaan. En niet lekker gefeund. Dus mijn haar stond echt zo. Nou, dat was geen look. Dus ik zei al tegen haar, ik ga thuis mijn haar opnieuw wassen en feunen. En dat heb ik nu gedaan. En wat ik nu tegen die uitgroei moet doen is, ik moet, wat ik denk dat ik ga doen. En wat zij ook zei, van dat is op zich wel slim. Is gewoon de uitgroei alsof ik mijn haar verf met zilver shampoo inzet en even laten intrekken. En hopen dat die dan wat witter wordt. Maar want er zijn al echt plukjes hier bovenop. Ja, nu heb ik ze even plat gemaakt, maar die zijn al afgebroken. Echt fun. Dus nee, ik ben echt wel heel erg blij met de lengte. En het scheelt, ik moet nog een foto maken vandaag voor een merk. En daarvoor moet ik een baret op. Dus dan zie je de gele uitgroei toch niet. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat er weer een stukje af is. Maar mijn haar moet echt heel even herstellen nu. En weer even gewoon zijn eigen vorm en zo aannemen. Want nu is het nog zo gefeund en weet ik het allemaal. En kom ik bijna niet door de punten heen. Maar dat moet allemaal weer even gewoon wennen en weet ik het allemaal. Ik dacht eerst ook, ik ga hem even mooi naar binnen stylen. Maar ik blijf heel even mijn haar af. Ook geen stelting erin. Ja, verder wil ik even, weet ik even, weet ik even niet wat ik ook zeggen. Maar ik moet dus nu nog, oh, zo kan het ook wel, zo is het ook wel leuk. Kijk, en op zich, ik stoor me heel erg aan die gele uitgroei. Echt, ja nee, het is wel echt heel erg. Kan echt niet. Dus daar moet ik even wat aan gaan doen. Dus nu is morgen of maandag, maar ik denk morgen. Vanavond heb ik verjaardag, dus dan kan ik het sowieso niet doen. Goed verhaal dit. Lekker kort ook. Ik wou dus eigenlijk vloggen vanochtend, maar ik deed wel vanochtend de camera aandoen en het was die leeg. Dus dat wordt hem sowieso niet. En was ook niet heel spannend of zo verder bij de kapper. In dat kan ik nog iets vertellen. Ik moet even een pakketje nog op de post doen vandaag. Want die moet ik echt wel een week lang opsturen. Maar het meisje naar wie je toe gaat, die is op vakantie. Dus ze mist hem toch niet. Maar ik had elke keer geen tijd. En nu moet ik het wel even doen. Dus dat moet ik doen. Ik wil even foto maken voor een merk. Daar heb ik een hele outfit voor. Een baret, een tas en een jurkje. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk om even lekker op de foto te zetten. Dus ik had nu even dit t-shirt aangenomen. Ik had het weer gedoucht. Ik was al aangekleed. Maar ik had het weer gedoucht. En
Toen moest ik mijn haar feunen en zo. Dus ik dacht, ik heb geen zin om dat in het jurkje te doen. Dus ik heb een chill shirt aangedaan. Ook heb ik bij de kapper trouwens deze 2-fase spray van Keune meegenomen. Deze is fantastisch. Het is ook van de keratinelijn, dus er zit ook keratine in. En deze doe ik dus als mijn haar nat is, spray ik deze erin en dan borstel ik hem door. Want dan kom je er echt super chill doorheen. En anders, als je te hard borstelt op nat haar, dan breekt het echt helemaal af. En als ik iets nu niet kan gebruiken, is dat het. Dus die heb ik gelijk even meegenomen. Ik moet alleen nog even Olaplex shampoo weer bestellen, want die is op. Want dat is ook wel echt nodig. Die moet ik echt hebben. Wil ik mijn haar wat meer gaan herstellen. Dus, goed verhaal. Ik zeg, het is weer dus. Verder. Hallo. Ga ik de dingen doen. Gosh, kijk, hier zie je gewoon die plukjes ook afgebroken. Maar dat zijn sprietjes, maar het zijn hele plukjes die zijn afgebroken. Dus, ik moet je ook echt snel weer gaan stofzuigen, omdat mijn haar ligt nu overal. Dus dat moet ik even op gaan zuigen. Ik ga een wasje aanzetten. Ik zit even met mijn hersenspinsel met jullie te delen. Ik ben wel echt tering blij dat mijn haar gewoon weer lekker kort is. I love it. Ja, nou ja, dat eigenlijk. En verder, wat ga ik doen nog? Nou, naar de verjaardag. Ik moet dus die foto maken, maar ik twijfel of ik dat in Zwolle ga doen. Of in Dalfsen. Maar ik ga zo eerst nog ook naar even lunchen. Want ik heb ook verder alleen nog maar ontbeten, net toen ik thuis was. Ik was zo moe vanochtend. Ik kon echt niet eerder opstaan om ook nog te ontbijten. Want ik moest om 8 uur al bij de kapper zijn. Ja. Dus als ik nog naar Zwolle ga of iets ga doen, dan ga ik jullie proberen mee te nemen. En morgen heb ik nog niks op de planning staan. Maar eigenlijk wil ik even shooten voor Instagram. Want dat is wel weer nodig. Want ik heb volgende week nog content nodig. Dus hè. Dan ga ik even Instagram vraag sticker ding doen. Of iemand wil en kan. En dan dat? Ja, ik ben echt met de lengte heel blij. Dit is echt gewoon mijn lookie. Ja, ik was vanochtend echt heel chagrijnig. Omdat mijn haar dus zo met moes was. En het zat echt zo. En het was pluizig. En het leek op suikerspin. Dus ik was echt niet happy. En dan voel ik me ook gewoon echt niet happy als mijn haar gewoon niet zit. Maar op deze manier zit mijn haar echt fabulous. En in de camera valt de gele uitgroei wel mee. Maar in de spiegel hier, nu heb ik ook wel gele lampen, valt het niet mee. Nou, ik moet er maar even mee leven voorlopig. Want ik wil wel haar op mijn hoofd houden. Ik ga stoppen met ratelen, dit heeft geen zin. Ik heb mij omgekleed. Wacht. Oh. Hij staat wel op automatisch. Ik ben een beetje overbelicht. Maar dit is wat ik nu aan heb. Dit is een superleuk jurkje van Beck Sondergaard. Zo spreek ik het uit. Niet helemaal goed. Je hoort trouwens een vlog op de achtergrond. Ik hoop niet dat heel erg. Maar dat is hoe ik het uitspreek. Komt, is een Scandinavisch merk. Deze jurk heb ik van hun gekregen. Deze geweldige tas. Ik ben verliefd. Maar deze jurk ook. En deze baret ook. Ik heb nog een paar dingen gekregen. Maar die ga je later voorbij zien komen. Ik heb nog sokken gekregen. Oh ja, deze sokken die zijn ook van hun. Echt super cute. Met lovers van de H&M eronder. En dus ik heb helemaal zo'n lekker preppy lookje. En I love it. Dus ik ben echt fucking blij met dit. Oh my god. Echt zo cute. En die tas die heb ik al heel lang op het oog. En ze hadden mij benaderd of ik die wat dingen wou ontvangen. Dus of course. Dus ik had die tas uitgekozen. Want ik was helemaal excited. Ik dacht, oh my god. En die jurkje ook zo leuk. Ik draag normaal geen zwart. Maar op deze manier vind ik het wel heel erg cute. En die baret ook met mijn haar nu zo. Ik vind het helemaal vibe. Die baret zit wel strak. Maar is nog te doen. Want ik heb een heel groot hoofd. Dus vandaar. Dus dit is de look. Echt helemaal blij mee. Nu ga ik lekker lunchen. Zo lekker overbelicht ook. Goedemiddag. Ik zit even na te denken of ik nou nu nog op de fiets ga stappen of zo. Of dat ik heel even wacht tot mama thuis is. Dat is misschien wat handiger. Maar ik ga sowieso niet naar Zwolle, want ik bedacht net dat er, even met dat licht, dat er bussen rijden in plaats van treinen. Dus dat wordt hem sowieso niet. Dus ik ga
moet dan in Dalfsen maar een foto maken, maar er zit heel veel zon. Dus ik had een plek in gedachten misschien, maar die kan niet. Dus nu heeft een andere plek, eentje die mag eigenlijk niet. Heb ik laatst ook al in de vlog een foto gemaakt. Maar die vind ik wel leuk. Zou ook wel bij de vibe passen van deze look. En ik moet dus het pakketje wegbrengen naar postdinges. Dus ik zit even te denken, Zwolle wordt hem sowieso niet. En verder zit nog even te twijfelen wat handig is om te doen. Maar ik ga het even uitzoeken. Mijn mama die is al heel lang weg, dus daarop wachten heeft ook niet zoveel zin. Maar we shall say. Oh my god. Ik had net een selfie gemaakt. Die heb ik geplaatst op de gram. Hello. Vond best leuk foto, moet ik eerlijk zeggen. Nu ga ik Isa nog even een bericht sturen of zij morgen eventueel foto's met mij wil maken. Of kan en wil. En ga ik al die dingen even redelijk vandaag. Ik ben even mijn kamer en zo aan het reorganiseren. En ik heb hier een dekbed van Back Zonder Guard. En daar moet ik ook nog een foto mee maken. Dus moet ik straks even... Nee, straks morgen of maandag even een foto meemaken. Dit moet ik even opruimen. Ligt hier gewoon op de grond. Maar wat ik nu even wil doen is... Ik heb deze stoel. En ik had die stoel al. Ik zal hem even filmen. Deze had ik al. En die is opnieuw bekleed. Dus deze ga ik even een mooi plekje op mijn kamer geven. En dan even alles erachter opruimen en zo. En even een mooie plek geven. Goedemorgen. Het is zondag. Het is een nieuw day. Hello. Ik heb naar make-up gedaan. Dus vandaar dat ik die haarband in heb. Want ik moest even mijn haar op mijn gezicht halen. Ik ga straks superleuk, rond 1 uur hebben we afgesproken, foto's maken met Isa in Zwolle. En ik denk dat we ook gewoon gezellig even een koffietje gaan drinken. Vet leuk. Want ik moet gewoon weer foto's hebben voor aankomende week. En ik ga... mijn ouders die gaan morgen naar Ibiza toe. Die gaan al vliegen. En wij, de kinderen... Die gaan zondag naar Ibiza toe. Dus mijn ouders zitten er 2 weken. Wij als kinderen komen er voor 1 week. En wij gaan er zondag heen. Dus ik moet nog 1 weekje werken. Laatste week in Apeldoorn ook. Dus er wordt 1 week vol afscheid nemen. En laatste keren zien. En laatste keren werken met mensen. Maar ik heb er fucking veel zin in. Laatste weekje nog even knallen. Gewoon nog even leuk doen. Of even leuk doen. Jezus, klinkt zo dramatisch. Maar gewoon even genieten. En dan zondag op vakantie. Vet leuk. Ik moet de hele week, aankomende week, inpakken, stress, wasjes draaien. Voor alles wat ik mee wil nemen. Maar ik ga eerst vandaag lekker shooten. Dus laatste dag van deze vlog. Ik ga jullie proberen mee te nemen. Ik heb mijn camera is opgeladen. Ik heb wat beelden verwijderd die weg konden. En dan gaan wij gewoon... Jullie lekker meenemen. Ik heb een deel van mijn outfit al aan. Dit kolletje met deze broek. Maar er moet nog van alles overheen en zo. Maar make-up zit erop. Gewoon lekker. Ik vind mijn wenkbrauw weer heerlijk op dit moment. Lipje is Lip Liner Boldly Bare met lipstick. De Powder Kiss Lipstick Teddy 2.0 van MAC. Boldly Bare is ook van MAC. Bijna heel mijn gezicht is MAC. Maar wat wil je als je voor MAC werkt? Dan heb je dat heel snel. Oh ja, make-up moet ik ook nog bestellen vanavond. Kijken of dat gaat lukken. En of ik dat dan op tijd binnen heb. Maar dat zie ik wel. Want ik heb een aantal dingen die op zijn. Dus dat is niet zo handig. Verder ga ik mijn outfitje aandoen. Ik heb hier mijn lookjes klaar liggen. Dit is een lookje. Voor MS mode een groen broekpak. Dan deze look. Want ik heb verder niet heel veel samenwerking die ik moet shooten. Dus dit is een lekker lookie. En dit doe ik nog bij wat ik nu aan heb aan. Dus ik heb niet heel veel specifieke dingen die ik echt op de foto moet zetten. Ik heb van MS Mode nog wel een aantal kledingstukken binnengekregen. Dus ik moet even kijken wat ik daarvan aandoe. Dat groene pak dus, even op de foto. Dus dat ga ik gelijk doen. Nog een zebra jurkje, maar die neem ik denk ik mee naar Ibiza om daar te shooten. Ik moet nog een foto maken voor Back Zonder Guard, waar ik gisteren de kleding voor aan had. Maar dat is voor een dekbed. Dus dat is niet waar ik zelf op moet staan. Dus dat
scheelt weer. Ik word helemaal volgezwemd door allemaal mensen. Maar ik ga nog even zo die spullen pakken, in de tas doen, nog even wat eten. En dan ga ik dus naar Zwolle met Isa. Ik ga proberen wat te vloggen. Behind the scenes dingetjes of zo. We moeten even kijken of dat lukt. Kijk dit haar. Ik ben zo verliefd op mijn haar. Het is alleen die gele uitgroep moet ik even bijwerken. Maar verder, oh, I love it. Dit is echt gewoon letterlijk mijn beste haarlook die ik kan hebben. Oké, ik heb colletje uitgedaan, want dat is toch niet helemaal de vibe. Ik heb deze super lange Spencer. Met mijn Stieglitz flair en mijn zwarte crocs. Dit baretje. Tas van Bex van de Gaard. En wat ging ik erbij doen? En nog even een blazer, of als ik straks moet fietsen. Ik hoop trouwens dat het droog blijft. Ik zit nu net erbij te kijken en ik dacht dat het lekker weer zou worden. Maar deze niet. Ik ga nog even lekker cappuccino zetten. Ik ga om 5:30 met de trein. Nee, met de bus. Want vandaag zijn er bussen ingezet in plaats van treinen. Echt leuk. En het wordt er nog wel leuk, want ik moet naar het station fietsen. Met een hele zware tas. Omdat ik ga shooten. Dus dat is altijd weer zo'n ding dat je denkt, meid, wat doe je zelf aan? Maar ja, weet je, het gaat wel om de content, hè? Donker ook. Ik ben nu op station Dalfsen. En kijk even dit. Tas. Oh, zo ben ik naar station gefietst. Het ging redelijk goed hoor. Het is niet heel warm, dus ik ben ook niet helemaal oververhit. Dat is top. Nu mijn fiets even uitzetten. Yes. Isa die is rond 1:15. Oh, jullie zien me helemaal niet. Isa die is rond 1:15. Die zei, is 1:15 ook goed. Maar de bus komt om 1:05 aan. Dus dan moet ik ook nog 10 minuten sowieso lopen naar station. Dus dat is helemaal top. Want dan hoef ik niet heel erg lang. Dan hoeft zij niet te wachten in ieder geval. En ik ook niet zo heel lang. Dus dat is prima. Dus ja. Ik heb wel zin om even te shooten. Even de lookjes erop te zetten. En heb ik er. Ik had net even dat ik dacht. Ik heb helemaal geen zin om iets te doen in mijn leven. Maar morgen ben ik ook nog vrij. Dus dan wil ik ook nog, moet ik nog wel even storyhaul bijvoorbeeld maken voor MS mode. Wil ik dat even doen. En dus dan moet ik ook nog wat dingetjes doen. En dan kan ik even een Dalfsen nog een foto maken of zo. Maar dan heb ik in ieder geval dit erop staan. En dat is heel lekker. En ik vind het gewoon mega gezellig. Want Isa is helemaal leuk. Helemaal een leuke meid. Dus ik vind het altijd super leuk. We hebben altijd hele leuke gesprekken. En altijd gewoon weer over alles en nog wat. En we viben gewoon goed samen. En dat vind ik echt. Dat vind ik heel chill. Dus ik denk dat we ook nog even lekker koffie gaan drinken samen. Dus dat is altijd leuk en gezellig. Dus nou, ik ga mijn spullen bij elkaar rapen. En naar Zwolle. Zo, ik zit bij de welbekende fundatie in Zwolle. Dit is echt wel de plek waar iedereen altijd foto's maakt. Nu wil ik hier geen foto's, maar misschien Isa wel. Dus, maar het is gewoon een hele makkelijke plek om af te spreken. En ik zit hier gewoon lekker met mijn blazer uitgaan, want het is ineens mega warm. Holy shit. Dus ik weet niet eens hoe laat het is. Oh, 1:05. En ik denk dat Isa hier rond 1:15 ongeveer zou zijn. Dus ik zie het wel. Ik hoop dat Isa. Oh, lijkt me leuk als ze. Hey, daar is ze al. Wat ben jij mooi op tijd? Ja, ik pak ook alles mee. Nou, wat lekker. Hallo. Hallo. Ik was net aan het vloggen. Hier is ze hoor. Leuk. Wij hebben lekker geshoot en zitten nu lekker bij Café Drip. Lekker taartje, koffietje. Helemaal heerlijk. Oh, wij gaan hier even van genieten. Hallo, ik ben weer thuis. Al een hele tijd, maar shooten vandaag ging echt vet goed. Het was super leuk met Ys. Het was echt heel erg gezellig. Bij Café Drip, lekker zoals jullie konden zien, lekker koffie gedronken, lekker taartje erbij, gewoon helemaal gezellig. Dus dat was echt, het was gewoon echt een helemaal leuke dag. Toen was ik thuis, toen heb ik gegeten, ik ga jullie even, het gaat natuurlijk niet goed, jezus. Nou, in ieder geval, toen was ik thuis, toen heb ik gegeten. En, ja, dit werkt natuurlijk niet, hè. Gegeten, goed verhaal. Gefeest daar met Wendy, vet gezellig. Mijn spullen weer opgeruimd van vandaag. En daarna niet zoveel gedaan. Oh, ik heb make-up besteld nog. Want ik moest nog wat make-up hebben voor
vakantie. Want een paar producten zijn bijna op. En denk, ja, zit ik op vakantie, zul je zien, zijn die producten op. Dus dat heb ik besteld. Verder. Niet zoveel gedaan eigenlijk. Ik ben nu op mijn kamer. Het is nog best wel vroeg. Nee, best wel vroeg. 9:50. Meestal ga ik rond 10:30 slapen. Maar ik ben nu lekker op mijn kamer. Ik ga nog even... Ik heb de L binnengekregen een paar dagen terug. Dus die ga ik lekker doorlezen. Oh, dit is Selena Gomez. Nou, goedemiddag. De tijdschrift ligt hier al een paar dagen. En nu pas heb ik het door. Dus ja, chill. Tijdschriftje lezen. Superleuk. Vind ik echt heel erg lekker om te doen altijd. Vlogjes kijken. You name it. Morgen gaan mijn ouders vertrekken naar Ibiza. Die gaan rond 11:30 met de trein of zo. Dus maar ja, dan ben ik sowieso wel wakker. Ik ben een vroeg persoontje. Dus dan ben ik vanaf dan alleen thuis. De hele week. Dus, maar ja, dat is prima. Ben ik wel vaker geweest. Dus dat betreft. We hebben al heel veel eten. Bijvoorbeeld restjes nog van eten. En heel veel dingen zijn al ingevroren. Ik ga sowieso nog wel een frietje eten. Donderdag heb ik koopavond. Dus eet ik sowieso niet thuis. Woensdag eet ik ook niet thuis. Omdat ik dan met Joyce op stap ga. Dus ik ga verder helemaal niet echt heel veel thuis eten. Maar verder was dit de vlog van deze week. Dat allemaal zien jullie volgende week natuurlijk. Morgen ga ik ook lekker even alle vlogs editen. Want dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ik wil ze wel online hebben. Dus ik ga hierbij de vlog van deze week afsluiten. Thanks for watching. Oh my god, I love it. Roxy en ik zeggen elke keer tegen elkaar, oh, I love it. I really love it. Dus vandaar dat ik even moest lachen. Dit was de weekvlog. I hope you enjoyed it. Met Wendy en met Isa vandaag. En verder gewoon de dingen die ik geluld heb. Het zal vast wel weer een tering lange vlog zijn. But I hope you enjoyed it. Thanks for watching. I see you next week. Bye bye.